Jongens, wat is jullie favoriete nummer van Kinderen voor Kinderen? Vitella. Nou, dat is toevallig. Hey, ik stuur jullie alvast even op pad voor de zapwarming-up. En dan zien we jullie zo. Tot zo. Want hier gaat namelijk ook iemand hula hoepen. Ja, oeh, daar gaat het al. Op Fitlala. Geweldig. En hier een prachtige danseres. Hoe heet jij? Elisabeth. Elisabeth. En jullie zien er ook zo mooi uit. En wat spelen jullie? Saxofoon. Wauw, ik zou zeggen, laten we beginnen. Want dit is het Kinderen voor Kinderen Okidoo-podium. Daar zijn we weer. Kom van je bank en swing en zing maar mee. Podium. Iedereen heeft een talent en vandaag hebben wij drie acts die hun talenten laten zien. Zij hebben online auditie gedaan en zij zijn geselecteerd voor dit Okidoo-podium. Nou, iedereen treedt op, maar er kan er maar één door. En die mag straks optreden in die grote finale met Kinderen voor Kinderen. Nou, om te bepalen wie er door mag, hebben wij een topjury in huis, bestaande uit Ron Boshart, Blokkerbram en Lucia Martens. Nou jury, laten we maar snel beginnen. Toch? Ja, want onze eerste kandidaten, ja, ze spelen een prachtig instrument. De saxofoon. Na de audities op internet gingen zij dankzij jullie stemmen door naar de voorrondes. En we verwelkomen ze hier op het Okidoo-podium. Hier zijn Carmen en Finn. Wauw. Nou, dat is een opkomst met die saxofoons. Wauw, prachtig. Hé, hoe lang spelen jullie al saxofoon? Zelf speel ik ongeveer al 5 jaar. Ik speel sinds 2 jaar samen met haar. Oh, dus en hoe is dat dan gekomen dat jullie zo samen zijn gaan spelen? We zaten in het orkest en toen vonden we het leuk om ook samen te oefenen. En toen zagen we dat je mee kon doen aan het Okidoo-podium en het gaf ons op. En nu staan jullie hier. Nou jongens, ik geef het Okidoo-podium aan jullie. Geniet ervan, want hier is op het nummer Hupsakee van Kinderen voor Kinderen, Carmen en Finn. Duo, met mooie harmonieën en zo.
Ik ben heel benieuwd, wat gaat de jury ervan vinden? Ron, zeg nou, maar. Nou ja, Hupsakee is wel een van mijn favoriete nummers, moet ik zeggen. Dat vind ik een geweldig nummer. En jullie spelen daar dan doorheen. En dat is altijd lastig. En met z'n tweeën ook. Ja. Ik vind het nogal knap hoor, als je dat met z'n tweeën zo kan. Dus ja, chapeau. Heel goed gedaan. Bedankt. En Lucia? Ja, nou ja, het is voor mij al heel erg leuk om de Hupsakee. Febe zit trouwens bij ons, Kind op Kinderen erbij. Febe, die heeft de Hupsakee ooit gezongen. Dus top, ik ben er heel erg blij mee. Kijk, nou, wat een geweldige, geweldige complimenten. Geef ze een groot applaus, Carmen en Pim. En wij gaan door met onze tweede kandidaat. Ja, zij houdt heel erg van dieren en ze kan eigenlijk niet kiezen wie nou haar lievelingsdier is. Ook is ze heel erg gek op dansen. En dat laat ze bij ons zien op het Okido-podium. Geef haar een groot applaus, want hier is Elisabeth. Elisabeth, kom erbij, meid. Wauw, je ziet er al zo mooi uit. Hey Elisabeth, jij gaat dansen, hè? Maar wat voor stijl dans jij eigenlijk? Ik dans klassiek ballet. Klassiek ballet. En Elisabeth, wil je ook later dan danseres worden? Nee, eigenlijk niet. Ik wil graag actrice of zangeres worden. Nou, geef haar een groot applaus. Want ze gaat prachtig ballet laten zien. Op het nummer Dierenvriend van Kinderen voor Kinderen is hier Elisabeth. Heen, met een zak en twee geweren. Hun blik is koud en heel gemeen. Ze gaan vast iets ergs proberen. Boom! Pas! Hoorden jullie knal? Een olifant trapt in hun val. Ze doden hem om zijn ivoor. En lachend gaan ze er vandoor. Dierenvriend, dierenvriend, ik ben van een kangeroe en een papegaai. Zonder dieren is de wereld maar saai. Dierenvriend, dierenvriend, veel liever een dierenvriend. 100.000 redenen voor mij om een dierenvriend te zijn. Elisabeth, ik ben er een beetje stil van. Ik werd helemaal zo rustig. Ik zat helemaal mee in je verhaal. En toen ging je ook nog eens zingen. Je hebt me helemaal verrast. Ja, dat was als verrassing bedoeld. Oh, kijk, zie je? Dat is, nou, dat is mooi gelukt. Hey, Elisabeth, ik ben wel een beetje benieuwd wat de jury ervan vindt. Nou ja, Lucia, als choreograaf, wat vond je ervan? Nou ja, het is mijn oude vak, hè? Balletdanseres. Ja, ooit op mijn speeches. Ballet is eigenlijk heel goed voor je lichaam. Dus ook als workout is het heel goed. En precies wat Elisabeth zei en wat ze ook laat zien. Het is mooi, het is kunst, maar het is daarbij ook meteen bewegen. Wauw. Okido. En Bram? Er is goed gestemd op Elisabeth. En ik denk dat het ook komt. Je hebt een heel mooi filmpje gemaakt. En je ziet nu ook, je meent het ook echt volgens mij. Dus je bent echt volgens mij een dierenvriend. Klopt dat? Ja. Nou, ik vind dat je het echt kan zien, dat je het echt meent. Het komt echt uit je hart. Nou, fantastisch. Wat een mooie compliment. Je hebt het onwijs goed gedaan. Je mag lekker gaan zitten. Geef een groot applaus. Elisabeth! Nou, voordat we doorgaan met onze derde kandidaat, is het eerst weer tijd voor even lekkere beweging. En dat doen we door jullie het nieuwe nummer Iedereen heeft talent van Kinderen voor Kinderen aan te leren. Zwing en zingen jullie mee? Zing en zwing! Vandaag ga ik jullie het eerste deel van het refrein aanleren. Dat begint zo. Doe maar mee. Iedereen, dan klappen we, heeft talent. En we gaan naar de T van talent. En dat doen we in een swingende beweging. Dan gaan we door naar... We gaan door onze knieën en we gaan naar voren. Twijfel, maar we stappen uit en we maken de niet-beweging. Dan stappen we door en nemen onze schouders mee. Je gaat het wel. En dan gaan we naar achter stappen en we wijzen naar jou, naar voren. Ontdekken. Oké, dit gaan we vanaf het begin herhalen. Iedereen heeft talent. Twijfel maar niet, je gaat het wel ontdekken. Heel erg goed. We gaan nu alles wat we geleerd hebben op muziek doen. Hij is minder goed in rekenen.
mensen met muziek. Oh, en zij kan zo goed tekenen. Je weet niet wat je ziet. En toen nam hij zijn viool. Yes, stop maar mee. Gedaan. Volgende keer leer ik jullie weer een nieuw stukje aan van Iedereen Heeft Talent. Maar nu eerst is het tijd voor onze derde kandidaat. Ja, zij doet een act met heel veel attributen. Geef haar een groot applaus, want hier is Kenny. Okay, kom erbij. Kenny, je hebt allemaal attributen meegenomen. Wat ga je allemaal doen met die attributen? Nou, ik ga hoepelen, springtouwen en dansen. Wow, allemaal tegelijk. Ja, en dat doe ik allemaal op het liedje Vizelaar. Want ik dans ook 5 keer in de week. Wauw, 5 keer? En dans is gewoon echt mijn passie en het zit echt voor altijd in mijn hart. Nou dat, ik had het zelf niet mooier kunnen zeggen. Geweldig, Kelly. Nou, ik wens je heel veel plezier en heel veel succes ook. Want hier is op het nummer Vizelala van Kinderen voor Kinderen, Kelly! Nou ja, het is met recht Vizelala. Vizelala is gemaakt om buiten te gaan spelen. Nou, dat laat wel zien dat het kan. Ja. Heel goed gedaan. Waarom? Nou, je kan wel zien dat dans een passie is van je. Hè. Dat doe je met veel liefde. Dus je ziet dat hier een hoop werk in zit. En dat je dat met je moeder hebt gedaan. Nou, knap hoor. Dat je moeder dat allemaal hebt bijgebeend. Dus heel goed gedaan. Geef een groot applaus, want het is echt voor de moeder. Voor de moeder. Kelly was alweer onze laatste kandidaat van vandaag. Dus dat betekent dat aan de jury een moeilijke taak ligt. Wie gaat er door naar de masterclass? Van een kangeroe en een papegaai. Zonder dieren is de wereld maar saai. Jullie gaan bepalen wie gaat er door naar de masterclass en uiteindelijk in die finale staan met Kinderen voor Kinderen. Ron, verlos ons. Ja, het was heel moeilijk dit keer. De winnaar van vandaag is... Kelly! Kelly! Gefeliciteerd! Jij bent de winnaar. Jij gaat door naar de masterclass en de finale met Kinderen voor Kinderen. Wauw! Maar wees niet getreurd, want jullie krijgen allemaal van Puk en Casper van Kinderen voor Kinderen een echte Okido-podium oorkonde. Het bewijs dat jullie hebben meegedaan. Iedereen bedankt. Kandidaten, jury en natuurlijk Kinderen voor Kinderen. Dank jullie wel. Dans en zingen jullie mee? Jullie hebben gekeken naar het Kinderen voor Kinderen Okido podium. Heb je nou een leuke hobby, zing of speel je instrument? Meld je dan aan op kinderenvoorkinderen.nl. En wie weet, sta jij dan hier op het Okido podium. Dans en zing je nog mee?
kijk volgende keer weer, want dan zien we een toffe circusact met Diabolo. Er wordt mooi piano gespeeld. En ze doen een Irish dance. Tot de volgende keer bij het Okido-podium.